initiatief is eigenlijk tot stand gekomen doordat wij met de gemeente contact hebben gezocht om te kijken wat zijn de mogelijkheden voor externe locaties. Nou, toen kwam heel snel al een contact tussen onze directeur Kees Maas en de directeur Sander van de Lees tot stand. Zij hebben namelijk samen afspraken gemaakt en toen was de mogelijkheid geschapen en daar maken we nu volop gebruik van. Theater De Lees wil iets terug doen voor Waalwijk. Om die reden hebben ze het Dr. Molle College de kans gegeven om les te kunnen geven in De Lees. Ik zag het landelijk al gebeuren, hè, dat scholen gingen open en er werd ruimte gezocht. Omdat dat natuurlijk niet allemaal in iets in het schoolgebouw kan. En toen heb ik gebeld met de directeur van het Molle hier. Nou, die zei, ja, we zijn toevallig ook aan het zoeken natuurlijk. En ik denk er even over na. En nou, 2 uur later werd ik teruggebeld. Ja, we doen het. Dus nu zitten hier een aantal klassen 5 VWO bij ons les te krijgen. Voor leren is gewoon de relatie belangrijk. En die krijg je vanuit een scherm krijg je die amper voor elkaar. Dan kun je heel goed je best doen als docent zijnde. Maar als je de leerlingen ziet, je ziet ze hoe ze erbij zitten. Je kunt contact met ze maken, je kunt met ze spreken. Dat is gewoon zo belangrijk. En dat mis je met name in het online. En hier heb je dat gewoon en je kunt weer gewoon met ze in gesprek. Hoe waren de reacties van de leerlingen? Al heel positief. Ze zijn het weer leuk natuurlijk om weer contact met elkaar te hebben. Het gewoon weer fysiek les te kunnen hebben. Online is toch een hele grote afstand. Het sociale aspect mis je. En nu heb je dat sociale aspect er weer. Dus volgens mij hebben ze er heel veel zin in. En wij ook.